Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar mijn YouTube-kanaal. Ik ben heel eventjes in de oorbellenfase. Ik heb namelijk weer een nieuwe oorbel voor jullie. Ik heb een beetje zitten stoeien hoe ik hem wil hebben. Maar dit is wat ik uiteindelijk bedacht heb om te maken. Gewoon weer in zo'n creool, hè, noemen we dat, geloof ik. Dus dat ziet er dus zo uit. Ik heb met kartongaren gehaakt, ongebleekt katoen. En deze ring is, even kijken, waar is mijn lineaal hier zo? Even kijken. Deze is, nou, 3 en een beetje centimeter aan de binnenkant. En aan de buitenkant is zeg maar 3,5 centimeter. Dus daar ga ik hem in haken. En dan ga ik laten zien. Ik heb dan een klein beetje ongebleekt katoen. Ik heb nog zo'n creool. Ik heb een, even kijken hoor, haaknaald 2 mm. Wat we eerst gaan doen is we gaan een opzetlusje maken. Moet ik wel zeggen dat ik kartongaren wel iets priegeliger vind om mee te werken. Dus als ik een beetje moeilijk zit te doen op de video, dan weet je hoe dat komt. Goed. Een opzetlus. Zo. Pak onze oorbel erbij. Het werkdraadje leggen we omhoog. Het staartje leggen we op de oorbel. En we gaan, het begin is altijd even lastig. We gaan onder de oorbel door. Pak je een draadje op, omhoog. En je gaat je vast te haken. Zorg dat je gelijk ook heel eventjes je staartje wegwerkt. Zodat je het straks niet hoeft te doen, want het is toch best wel lastig om in een oorbel, zeg maar, je draadje nog weg te werken. We gaan nu 25 vaste haken om de oorbel. En zorg dat het werk ook wel aardig strak ligt, zodat je oorbel goed mooi recht blijft. Anders gaat het wiebelen. 3 4 vertellen hoeveel ik er heb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Even kijken als ik verkeerd te tellen, zo klein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 3, 4, volgens mij ben ik er. 25. Kijk, het hoeft nu dan niet per se om in het midden te zitten. Je kan straks ook nog een klein beetje schuiven met je werk. Oké, gaan we één losse maken. En dan gaan we ons werk keren. Gaan we in de eerste steek haken naar vaste. In de tweede steek haken we vaste. Zorg dus dat je allebei die lusjes meeneemt. Dus de V.
haken we 3 lossen. Dan gaan we 1 vaste overslaan en in de volgende 3 steken haken we 1 vaste. Straks wat we hier dus aan het begin doen, en we zijn in het midden, ga je dan ook weer aan het einde eigenlijk hetzelfde doen, zodat je het een beetje symmetrisch krijgt. Nu gaan we 5 losse haken. Dan gaan we 1, 2 vaste overslaan en in de volgende 3 steken haken we een vaste. Haken nu 7 lossen. Nu gaan we 3 vaste overslaan, of 3 steken overslaan. 1, 2, 3. In de volgende 3 steken haken we een vaste. Dan haken we nu 5 lossen. 1, 2, 3, 4 en 5. Slaan we 1, 2 steken over en in de volgende 3 steken haken we een vaste. Haken nu nog 2 lossen of 3 lossen. Slaan we 1 vaste over. En dan zie ik dat ik toch nog 1 steek ben vergeten. Ik had dus toch 24 steken. Je zou dus eigenlijk nu nog 2 steken over moeten hebben. En daarin haak je nog een vaste. Dus in de laatste 2 steken haak je een vaste. En ik ga nu heel even smokkelen. Ik haak heel eventjes hier omheen nog even een extra vaste. Dat is ook allemaal zo klein. Dat ik blijkbaar een beetje toch verkeerd heb geteld tot 2 keer toe. Maar goed, dus in principe hoor je dus 25 vaste te hebben. Waarbij je dus in die laatste 2 steken nog een vaste haakt. Oké, ik heb nu even gesmokkeld. Gaan we 1 losmaken, dat gaan we keren. Gaan we in de eerste 2 steken haken een vaste. Dus hier ook. Ik weet niet of je het een beetje kunt zien. Hier is nog die vaste. Dan gaan we in de 3 losse boog. Gaan we 4 vaste haken. 1. 2. 3. En 4. Zo krijg je zeg maar een iets dikkere mooie boog in je haakwerk hier zo. Dan gaan we in de volgende 3 vaste. 1, 2, 3 haken we een vaste. Neem dus allebei die lusjes mee. Omdat het zo dun is, is het soms een beetje... Klein beetje priegelen. Zo. Dan gaan we in die 5 losse boog gaan we 7 vaste haken.
7. Dan gaan we in de volgende 3 vaste haken we nog weer een vaste. Zo. Dan gaan we in de 7 losse boog, dan gaan we eerst 5 vaste haken. 1, 2, 3, 4, 5. Dan wil ik hier eigenlijk nog een leuk puntje aan haken hier zo. Dan gaan we nu 3 los haken. 1, 2, 3. Dan haken we in diezelfde boog haken nog 5 keer een vaste. 1, 2, 3, 4. En 5. Gaan we in de volgende 3 steken haken we nog weer een vaste. 1, 2, 3. In die 5 losse boog gaan we weer 7 vasthaken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In de volgende 3 vaste haken nog weer een vaste. 1, 2, 3. In de 3 losse boog haken we 4 vaste. 1, 2, 3, 4. En in de laatste 2 vaste haken we nog weer een vaste. 1, 1, 2. Knip ons draadje af. En je haalt het lusje gewoon zo door je steek heen, trekt hem aan. En dan ga je nu alleen nog even met een naald haakje of werk nog even je draadje weg in je oorbel. En dan is je oorbel klaar. Je kunt het een beetje zo meer naar het midden schuiven, dat het een beetje goed verdeeld is. En dan is dit zeg maar de oorbel die we gehaakt hebben. Je zou er nog voor kunnen kiezen om hem nog een beetje te blokken. Pak dan even een foammat of misschien op je strijkplank zou het ook nog kunnen. En zet het dan even vast met speldjes. En maak het een klein beetje vochtig en laat het dan drogen. En is die gewoon heel mooi geblokt. En dan is je oorbel klaar. Je kan er nog voor kiezen om bijvoorbeeld hier nog een beetje franjes aan te maken. Dan doe je met je garen. Maak je een soort, bijvoorbeeld om je vingers heen zo. Knip je het af. En dan haal je dit bijvoorbeeld hier doorheen. Zo. En dan kan het een beetje uit. Zou je nog franjes kunnen maken. Maar dat heb ik zelf niet gedaan. Maar goed, dit is wat ik jullie wil laten zien. Een oorbel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En hopelijk weer tot de volgende keer. Doei!